Het doet me pijn als een generatiegenoot met een zwarte huidskleur me vertelt: als ik 's ochtends in de spiegel kijk, is het eerste wat ik zie die zwarte huidskleur en het besef dat me dat elke dag op 1-0 achterstand zet. En het is daarom extra knap dat zoveel mensen van jong tot oud op een waardige manier hun woede hebben geuit over het onrecht van diep geworteld en institutioneel racisme waar zij elke dag mee te maken hebben. Racisme waardoor deze Nederlanders zich niet altijd onderdeel voelen van ons land. Racisme dat hen beperkt in de kansen om wat van het leven te maken. En de vele protesten op straat en acties online, ik zei het net ook al tegen de heer Azarkan, mogen niet overwaaien als een hype. En daarom kwamen wij voor de zomer al met voorstellen tegen racisme en discriminatie. Verdubbel de pakkans en de boete bij discriminatie op de arbeidsmarkt en de woningmarkt. Haal stageselectie op mbo's binnen de school. Stel discriminatierechercheurs aan, zodat de misdaad die discriminatie heet nooit op de plank blijft liggen. En voorzitter, ik vraag aan het kabinet: wanneer komt eindelijk de wet tegen discriminatie en sollicitatieprocedures naar de Kamer? En wat D66 betreft zit in die wet ook een meldplicht voor uitzendbureaus die van klanten het verzoek krijgen om te discrimineren aan de voorkant.